vraag over hoe denkt dan denkt over de situatie hier. Met ja. ook de lijst enzovoort. Maar er zitten ook twee manieren bij. Daar staan ze, Kuzu en ook Öztürk. Die natuurlijk een hele sterke band met Turkije hebben. En het niet onder stoel of banken steken dat ze een hele warme gevoelens erbij hebben. Dus meneer Kuzu stond bijvoorbeeld op die brug toen al die mensen feest stonden te vieren dat de staatsgreep mislukt was in... Ja, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen blij zijn dat een militaire coup verijdeld is. Ja, maar je ziet wel wat de gevolgen er nu van zijn. Maar, zal ik even reageren op wat je zegt? Ik kan dat heel goed begrijpen. Dat als je ervaring hebt met militaire regimes... dat je dan heel blij bent. En dat vond ik ook zo mooi in Turkije te zien. Dat het volks eensgezind, ook de politiek eensgezind... pal achter en voor die democratie gaat staan. Maar er worden allemaal mensen opgepakt waarvan niet zeker is of er iets mee aan de hand is of ze iets gedaan hebben. Die worden zonder proces zomaar in de gevangenis gegooid. Ja, maar om automatisch de conclusie te trekken dat Kuzu en Öztürk daar helemaal hemelhoog juichend blij om zijn... Dus vind ze nemen er ook geen afstand van. Heb jij al afstand genomen van wat er in Turkije is gebeurd? Ik heb er toch geen rol in? Ik ben een sportpresident. Zij hebben er ook geen rol in. Politici die heel duidelijk hun warmte uitspreken voor Turkije. Nee, maar... heb je ze dat horen zeggen? Of, het is heel duidelijk. Maar wat wel fijn zou kunnen zijn, dat deze heren de Turkse Nederlanders kunnen oproepen om even hoofd koel te houden. Nou, en dat is precies wat zij toen in Rotterdam hebben gedaan. Dat staat op beeld, dus dat kan ik jou wel bevestigen. Dat is precies wat zij toen hebben gedaan. Dat is precies wat ze altijd, dat is wat ik net ook zei. Mm-hmm. Is absoluut tegen elke vorm van bedreiging en intimidatie. Ja. Maar wat ik fascinerend vind, is de aanname... en je gebruikte het woordje natuurlijk. Zij hebben natuurlijk hele warme banden. Zij staan dat is toch algemeen bekend? Dat spreken ze toch ook heel vaak uit? Er is ook een zekere zin... Hoe vaak, wanneer heb jij ze voor het laatst gesproken hierover? Ze hebben dat toch in allerlei uitingen aangegeven... dat er een hele warme band is met Turkije. Ik weet niet of deze manier dat kan onderschrijven, maar... Ja, kijk, ze worden gewoon natuurlijk goed ondersteund door de Turkse Nederlanders. En ik begrijp ook natuurlijk het standpunt van DENK... dat ze gewoon richting Turkije niet kritisch kunnen zijn. Want ze azen natuurlijk op de Turkse Nederlandse stemmen. Dat is ook begrijpelijk. Oké, maar toch wil ik dit punt even laten voor wat het is. Omdat je dan heel blij bent en dat vond ik ook zo mooi in Turkije te zien... dat het volks eensgezind, ook de politiek eensgezind, pal achter en voor die democratie gaat staan. Er worden allemaal mensen opgepakt waarvan niet zeker is of er iets mee aan de hand is of ze iets gedaan hebben. Die worden zonder proces zomaar in de gevangenis gegooid. Ja, maar om automatisch de conclusie te trekken dat Kuzu en Öztürk daar helemaal... ik kan me heel goed voorstellen dat mensen blij zijn dat een militaire coup verijdeld is. Ja, maar je ziet wel wat de gevolgen er nu van zijn. Zal ik even reageren op wat je zegt? Ik kan dat heel goed begrijpen, dat als je ervaring hebt met militaire regimes, dat je... Ik hoorde je net ook vragen over hoe DENK dan denkt over de situatie hier, met ook de lijst enzovoort. Maar er zitten ook twee manieren bij, daar staan ze, Kuzu en ook Öztürk, die natuurlijk een hele sterke band met Turkije hebben. En het niet onder stoel of banken steken, dat ze een hele warme gevoelens erbij hebben. Dus meneer Kuzu stond bijvoorbeeld op die brug toen al die mensen feest stonden te vieren, dat... de staatsgreep mislukt was in... De Turkse Nederlanders kunnen oproepen om even hoofd koel te houden. Nou, en dat is precies wat zij toen in Rotterdam hebben gedaan. Dat staat op beeld, dus dat kan ik jou wel bevestigen. Dat is precies wat zij toen hebben gedaan. Dat is precies wat ze altijd, dat is wat ik net ook zei... Mm-hmm. Denk is absoluut tegen elke vorm van bedreiging en intimidatie. Hemelhoog juichend blij om zijn. Dus ze nemen er ook geen afstand van. Heb jij al afstand genomen van wat er in Turkije is gebeurd? Ik heb er toch geen rol in? Ik ben een sportpresident. Zij hebben er ook geen rol in. Politici die heel duidelijk hun warmte uitspreken voor Turkije. Nee, maar heb je ze dat horen zeggen? Het is heel duidelijk. Maar wat wel fijn zou kunnen zijn, dat deze heren... steken dat ze een hele warme gevoelens erbij hebben. Dus meneer Kuzu stond bijvoorbeeld op die brug toen al die mensen feest stonden te vieren... dat de staatsgreep mislukt was in... Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen blij zijn dat een militaire coup verijdeld is. Ja, maar je ziet wel wat de gevolgen er nu van zijn. Zal ik even reageren op wat je zegt? Ik kan dat heel goed begrijpen, dat als je ervaring hebt met militaire regimes... dat je dan heel blij bent, en dat vond ik ook zo mooi in Turkije te zien... dat het volks eensgezind, ook de politiek eensgezind, pal...
achter en voor die democratie gaat staan. Er worden allemaal mensen opgepakt waarvan niet zeker is of er iets mee aan de hand is of ze iets gedaan hebben. Die worden zonder proces zomaar in de gevangenis gegooid. Ja, maar om automatisch de conclusie te trekken dat Kuzu en Öztürk daar helemaal hemelhoog juichend blij om zijn, dus vind ik. Ze nemen er ook geen afstand van. Heb jij al afstand genomen van wat er in Turkije is gebeurd? Ik heb er toch geen rol in? Ik ben een sportpresident. Zij hebben er ook geen rol in. Politici die heel duidelijk hun warmte uitspreken voor Turkije. Nee, maar dat, ook dat heb je ergens en heb je ze dat horen zeggen? Of, het is heel duidelijk. Maar wat wel fijn zou kunnen zijn, dat deze heren de Turkse Nederlanders kunnen oproepen om even hoofd koel te houden. Nou, en dat is, precies wat zij toen, dat is precies wat zij toen in Rotterdam hebben gedaan. Dat staat op beeld, dus dat kan ik jou wel bevestigen. Dat is precies wat zij toen hebben gedaan. Dat is precies wat we altijd, dat is wat ik net ook zei, denk is absoluut tegen elke vorm van bedreiging en intimidatie. Ja. Maar wat ik fascinerend vind, is de aanname. En je gebruikte het woordje natuurlijk. Zij hebben natuurlijk hele warme banden. Zij staan dat is toch algemeen bekend? Dat spreken ze toch ook heel vaak uit? Er is ook een zekere zin. Hoe vaak, wanneer heb jij ze voor het laatst gesproken hierover? Ze hebben dat toch in allerlei uitingen aangegeven, dat er een hele warme band is met Turkije. Ik weet niet of deze manier dat kan onderschrijven, maar... Ja, kijk, ze worden gewoon natuurlijk goed ondersteund door de Turkse Nederlanders. En ik begrijp ook natuurlijk het standpunt van DENK dat ze gewoon richting Turkije niet kritisch kunnen zijn. Want ze azen natuurlijk op de Turkse Nederlandse stemmen. Dat is ook begrijpelijk. Oké, maar toch wil ik dit punt even laten voor wat het is. Omdat je dan heel blij bent dat en dat vond ik ook zo mooi in Turkije te zien, dat het volks eensgezind, ook de politiek eensgezind, pal achter en voor die democratie gaat staan. Er worden allemaal mensen opgepakt waarvan niet zeker is of er iets mee aan de hand is of ze iets gedaan hebben. Die worden zonder proces zomaar in de gevangenis gegooid. Ja, maar om automatisch de conclusie te trekken dat Kuzu en Öztürk daar helemaal... ik kan me heel goed voorstellen dat mensen blij zijn dat een militaire coup vereideld is. Ja, maar je ziet wel wat de gevolgen er nu van zijn. Maar, zal ik even reageren op wat je zegt? Ik kan dat heel goed begrijpen, dat als je ervaring hebt met militaire regimes, dat je... Je hoorde je net ook vragen over hoe DENK over de situatie hier, met ook de lijst enzovoort. Maar er zitten ook twee manieren bij, daar staan ze.